Hey, ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Scura Broke beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Motorkledingcenter, de specialist in motorkleding. De Scura Broke is een donkerbruine leren klassieke motorjas met een hoge kraag die je zowel op de motor als naast de motor zou kunnen dragen. De protectie die erin zit is uitneembaar, dus wil je deze jas gebruiken in de vrije tijd, kan je de protectie eruit halen en kan je hem dus prima dragen. Het mooie van deze motorjas is dat hij voorzien is van een ademend en waterdicht membraan. Het is een van de weinige jassen waar geen water doorheen gaat. Dus alles water wat erop komt, stroomt eraf en je vocht en je transpiratie kan wel de jas verlaten. Dus ook op warme, hetere dagen ga je in deze jas minder zweten. Gemaakt van 1,3 tot 1,6 mm dik rundleer. Echt een kwalitatief dikke leren jas. Protectie, CE-gekeurd op de schouders, op de ellebogen en op de rug voorzien van een zware CE-gekeurde rugplaat. Zien dat hij aan de achterkant ietsje langer wordt, waardoor je een goede overlapping hebt met de spijkerbroek. We hebben hem hier gecombineerd met een Segura Kevlar jeans. Je kan hem eventueel ook met een Segura leren jeans combineren. Aan de zijkant zien we dan een stijlband waarmee we hem strak om de broek kunnen zetten, zodat je ook een goede overlapping hebt en goed over elkaar blijft. Bovenaan hebben we een grote zak waar we spulletjes in mee kunnen nemen en eventueel nog een pennenkoker en een grote zak waar ook nog meer spul in kan. Aan de voorzijde zien we dan ook weer drie zakken. Een sleutelzak waar we sleutels in op kunnen bergen en op de borst ook nog twee zakken. En ook aan de zijkant nog zakken waar veel ruimte in zit. De hoge kraag geeft hem een wat klassieker uiterlijk. Vind je dat nou vervelend, kunnen we de kraag ook natuurlijk naar buiten vouwen, waardoor die niet vervelend of in je nek zit. Aan de binnenkant zien we dan de watergoot. Zoals ik al zei, is een van de weinige leren dichte of waterdichte leren jassen. Het water wat door de rits naar binnen komt, stroomt er langs de watergoot weer af, zorgt ervoor dat je ook bij de rits helemaal waterdicht blijft. De jas is ook voorzien van een uitneembaar thermovoering. Kan erin als het onder de 15 à 10 graden wordt. En dankzij het membraan is dit een van de weinige leren jassen die je ook gewoon goed in de winter door zou kunnen dragen. Dan moet je hem natuurlijk wel combineren met een andere broek, want deze Kevlar jeans is niet waterdicht. Paul is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier een maat medium. Zit vrij strak. Als de voering eruit gaat, moet hij natuurlijk niet te wijd worden en gaan wapperen. Hou er rekening mee dat zo'n jas ongeveer nog een kwart tot een halve maat gaat rekken in de tijd dat je hem draagt en naar je lijf gaat staan. Wil je meer informatie over deze jas of wil je deze jas bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.